wil een challenge aangaan. We op deze video gewoon de 2000 blauwe duimpjes omhoog halen. 2000 blauwe duimpjes omhoog. Oké. Ik ga binnenkort een nieuwe Twitch challenge opnemen. Jullie hebben duidelijk gemaakt dat jullie die nieuwe video wilden. Dus ik ga mijn tegenstander contacteren. En ik ga gewoon zeggen, yo, zullen we opnemen? Jullie zullen vanzelf wel aan Twitter merken wanneer dat is. Mijn Twitter-link staat zoals altijd in de beschrijving. Maar vandaag ga ik een nieuwe fitter-off doen. Als deze video de 1000 likes weer kan halen, zou dat echt helemaal awesome zijn. Ik weet zeker dat jullie dat kunnen. Dat bewijzen jullie keer op keer. Dus doe vooral de duimpje omhoog. Maar we gaan een fitter-offje doen. En mijn grootste ergernis aan fitter-off is dat het bijna altijd BBVA-spelers zijn. Nou, wat ik nu ga doen, is ik ga een non-BBVA fitter-off doen. Boeit geen zak welke speler het is. Of het team die Ronaldo is of Messi. Ik ga het niet nemen. Dus voor formatie gaan we voor 4-3-3. Dat is wel prima. Dan heb je nog een beetje wingers en zo uit de Bundesliga. En oh my god. Dit soort shit bedoel ik dan gelijk, hè. En dan kijken we dus even bij Footge. Want wat zijn zijn clubs geweest? Porto, Atletico. Nou, hem mogen we wel nemen. Hij mogen we wel nemen. Oké, Footge dan. Helemaal niet verkeerd. Al zou ik natuurlijk ook prima Messi of Ronaldo gehad willen hebben. Maar Footge, de legend, welkom in het team. Dan hebben we een spits. Wat, wie zijn dit? Mijn god, wie zijn... Ja, oké, ik ken ze natuurlijk wel. Maar ja, weet je. Roelie, ik zou speciaal voor jou Milito nemen, jongen. Maar Shane Long, de slong, is gewoon... Dat moet je gewoon doen. Hij heeft sowieso een link. Oh, my... Soms is het leven ook gewoon niet eerlijk. Gewoon echt niet eerlijk. In ieder geval nemen we ook Kandreva, want die is pittig goed allround. En ik hoop gewoon dat hij iets tussen zit. Wat is dit? Alhoewel, Lulic is goed, maar op het moment dat ik dit opneem is Arsenal bezig. En nadat ze 2-0 voor stonden, zijn ze het nu aan het choken tegen fucking West Ham. Stonden 2-0 voor, 2-2 is het nu dus. Laten we wel weten wie jullie de beste Arsenal speler vinden, wie jullie de slechtste Arsenal speler vinden. Oh my god, wat moet ik ermee? Wens dan maar. Dus laten we dat voor ooit. Ik ben echt benieuwd, want mijn favoriet is Özil. Kan je moeilijk omheen, dat is gewoon zo. En het leven is niet eerlijk. Het is echt niet eerlijk. Kijk, ik moet eigenlijk dan... Kevin de Bruyne, ja. Oké, wacht. Kijk, en dan doen we zo. En dan hebben we chemistry. Dus dat is goed. Daar doen we het voor. Oké, rechtsachter gaan het... Hoe kan je iemand de pushie geven? Dat doe je toch niet? Neem wel Montoya, want misschien linkt dat Spaans nog met iets dat we krijgen. Ik word hier niet vrolijk van. Ik moet Heuvelus nemen. Fucking Heuvelus. Oh, Company. Dat is wel... Oké, ja, dat is wel een goeie. Eigenlijk moet ik dan Otamendi nemen, weet ik. Of... Ik neem van Boateng. Fuck it. 80 pace. Op een centerback is helemaal... wat is dit nou weer? Oh, wacht. Trap. Ja, trap kan gelukkig. Trap mag ook gelukkig. Want hij is niks BBVA. En ik moet zeggen, zonder BBVA is dit... Ja, het had beter en slechter gekund, toch? Dus... Oh mijn god, laat me dit niet meemaken. Dit kan ik echt niet aan. Meneer Moeslera, shout-out naar de Turkse fans. Maar laat me vooral weten wat jullie beste fut-off beoordeling in totaal is. Dus rating en chemistry bij elkaar. Is er iemand van jullie die 190 heeft gehaald? Of is er een pick die zegt 189, 188? Vertongen. Oh, dat is helemaal niet verkeerd. Ah, eigenlijk wel, want ik heb helemaal geen... Ik heb daar niks. Ik heb daar gewoon echt helemaal niks. En ik mag Tremolinos niet nemen, dus ik neem... Ja, dan neem je Vertongen maar, hè. Dan neem je gewoon... Oh, wat is dit? Het zijn ook weer mijn favoriete spelers die ik eigenlijk niet mag gebruiken. Dat Balenciaga vind ik legit gewoon goed. Maar ja, dat ben ik dan weer natuurlijk. Bellerin, want... Weet je, hoe kan je niet Bellerin... Wie zijn dit? Wie zijn dit? Harry's meedoen, Janin, Nathan van Vitesse en Gabriel. Is dit die Career Mode Beast? Als dit hem wel is? Nee, het is niet de Career Mode Beast. Dan nemen we Nathan. Ik heb geen idee. Is die goed, Vitesse fans? Is hij goed? Dit is niet goed. Dit is zeker niet goed. Oh god. Wacht, wie kan ik nemen? Wie kan ik nemen? Ik neem hem wel. Ik neem Pjanic. Ik weet niet waarom. Het is eigenlijk geen toegevoegde waarde, maar... Wat is dit? Dit kan je me niet geven. Dit kan je gewoon niet maken. Hoe moet ik hiermee? Ik neem wel Aubameyang voor het idee. 98. Mijn pace gemiddelde gaat in ieder geval lekker hoog. So I got Dango in for me, which is nice. En dan Herrera of zo. Want, oh, dan gaat de cam ook nog omlaag natuurlijk. Omdat hij geen CM is. Oh... Hoe doen mensen dit, vraag ik me af. Want dit is dan... Ja, dit mag eigenlijk wel. Shane... Oh mijn god. Dat is team of the year Ronaldo. En ik heb al team of the year Modric gehad. En ik had ook al 95 Ronaldo kunnen hebben. Net de video dat ik uitkies dat ik het zonder BBVA spelers ga doen, krijg ik echt een paar van de allerbeste. Het is niet eerlijk. Het is echt niet eerlijk. We gaan maar voor... Voor Chalet. Want het is een... Ja,
Schneiderlin. Kom maar. Ik moet eigenlijk een linksback hebben voor Cam. Dan ben ik benieuwd dat ik er nog uit kan halen. Bruma dan maar. Bruma, want die gaat volgend jaar toch weg bij PSV. Oké, ik ga kijken wat ik nog van kan maken. Dus ik zie jullie zo. Oké, dit is geloof ik het beste wat ik ervan heb kunnen maken. Het is niet best. Ik had ziek veel speciale kaarten kunnen hebben. Dus leven gevelen. Maar ik heb een ex-Vitesse-speler als coach. Geloof ik. Stijn Vreven. Dus die is volgens mij echt... Dat is die agressieveling. Maar uiteindelijk heb ik het nog best paar oké spelers. Ik heb 88 Boateng. Ik heb 87 Bruin. Ik heb 86 Aubameyang. Wat echt een brute kaart is. En ik heb Legend Footrick kunnen krijgen. Dus helemaal niet verkeerd. Helemaal niet verkeerd. Maar ik dank je voor het kijken. Ik wil dat jullie mij een screenshot sturen. Of laat het in de comments weten. Als jullie een non-BBVA draft doen, wat is jullie beste resultaat? Kan je mijn 179 rating verslaan? Of kan je het beter doen? Of doe je het slechter? Laat me dat gewoon weten. Ik dank je voor het kijken. Als je meer FUT drafts wil zien, laat me dat weten in de comments. En al wel direct nu. En dan zie ik jullie later. Ciao.